Gaan we volgende week eigenlijk nog naar de YouTube Awards? Jazeker! We zijn genomineerd voor de beste comedy YouTuber, dus we gaan voor de winst! En als we die niet winnen, ja, dan ben ik eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Ach, je hoeft toch niet per se altijd alles te winnen? Het is toch ook gewoon leuk om daar aanwezig te zijn en een beetje een praatje te maken met iedereen? Ja, dat is zeker waar, maar een award meenemen is nooit verkeerd. Welkom bij de YouTube Awards! Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan meteen door naar de eerste categorie van de avond. De beste mannelijke YouTuber gaat naar... Rick Vermeulen! Wat krijgen we nou? Sinds wanneer heb jij je eigen YouTube kanaal weer opgepakt? Niet. Ik denk dat ze nog teren op mijn oude video's. Maar als je het niet erg vindt, ga ik even mijn waardevolle gouden award ophalen. En de winnaar van de beste gaming YouTuber. De winnaar van de beste YouTube-serie is geworden. Yes! Wat? Gaat naar. Ja! Serieus? Ja, lekker! Hij is niet eens een vrouw! En dan nu, de categorie beste Twitcher. Die is dit jaar gewonnen door. Lekker spelen! Ha, eindelijk iets dat jij niet hebt gewonnen. Rick? Allemaal hartstikke bedankt. Wat doet hij nou? Maar hij is niet eens wel lekker spelen. Wacht, gaat hij die vrouw ik nou echt een huwelijk vragen? Doen zonder jou. We doen het nu al ongeveer Nee. Oh, dit is zo ongemakkelijk. Dit is zo pijnlijk. Waarom doet hij dit? Oh, wat een afgang. Wat? Wacht heel even hoor, ik hoor nu via mijn oortje dat het een opgezette stunt was van de malse mannen van Lekker Spelen zelf. Het aanzoek was niet echt, die twee kenden elkaar niet eens. Hilarisch, dit noem ik nou entertainment mensen. Maar we gaan door met de laatste categorie van de avond, comedy. Wie is nou de beste comedy YouTuber van heel Nederland? De winnaar van het jaar 2019. Is geworden! Ja, kom op! Rick! Wat? Maar hij was niet eens genomineerd! Wat? Ik? Oh, dit had ik nooit verwacht! En door middel van zijn hilarische stunt met zijn nep-aanzoek hebben we op het laatste moment besloten dat hij ook de Comedy Award wint. Anders had Dylan Hagens of zo begonnen, maar dit was veel leuker. En Rick? Gefeliciteerd! En met deze uitslagen is de conclusie getrokken dat Rick de grote winnaar van de dag is. En de rest van de influencers niet. En vooral niet die Dylan Hagens. En nu als afsluiting komt er nog een optreden van een of andere YouTube-artiest die haar stem heeft laten ombouwen tot een computerstem, zodat er altijd autotune op staat. Geef haar een hartelijk applaus! Hallo allemaal! Leuk dat jullie er zijn, daar gaan we! En mijn Sunny is verraad!